Ja, ik zit net te kijken naar die persconferentie van Louis van Gaal. Ja, en iedereen heeft natuurlijk altijd, en ik ook, ik heb daar ook aan meegedaan, altijd veel kritiek gehad op Louis. Ja, want Louis is natuurlijk is Louis heel erg eigenwijs. En natuurlijk heeft Louis heel veel last van het Hoovercraft-syndroom. Weet je, die gaat altijd zweven, veel te veel ego. Dat weten we allemaal wel van Louis. En dat hij tekeer gaat tegen journalisten en dat hij die gasten veel te serieus neemt. Dat weten we allemaal wel over Louis. En dat maakt Louis soms niet zo populair. Maar nu heb ik gekeken naar een Louis van Gaal waarvan ik dacht, ja, Louis, dit is helemaal niet zo slecht. Want Louis, die zat rustig achter zijn tafeltje en Louis legde iedereen duidelijk uit hoe hij die Nooren wil aanpakken. Het is duidelijk. Louis wil hij een team. Dat heeft hij helemaal duidelijk uitgelegd. En dan zie je ook bij Louis van Gaal, die heeft gewoon verstand van voetbal. Ja. Dat waren we door al die dingen een beetje vergeten. Dat Louis heel veel verstand van voetbal heeft. En daar kunnen we nu van profiteren, beste vrienden. Ja, want hij zegt gewoon van, zorg ervoor dat niet die paas op die Haaland komt. Waar vandaan ook, en of dat nou van Ødegaard is of van wie dan ook, die paas moet niet komen. Dus daar heeft hij de afgelopen dagen alleen maar op getraind. En dat geeft mij dan weer een beetje een rustig gevoel. Ja, dat niet alleen. Heel veel vertrouwen in één keer. Want hij bereidt het Nederlands elftal, denk ik, toch op een hele goede manier voor op deze wedstrijd. En dat betekent dat jullie en ik, ja vrienden, wij kunnen denk ik gewoon rustig gaan slapen. Ja, dat gaan we doen. We gaan gewoon, kopje op het kussen. We gaan lekker meuren, we gaan lekker slapen. En dan kijken we gewoon vol vertrouwen uit naar die wedstrijd tegen Noorwegen. En dat hebben we allemaal te danken. Ja, we gaan het een keer doen. Ik moet ook heel veel jaren inhalen bij Louis. Maar we gaan het nu doen hoor. Die veer, die gaat gewoon hop, hop. Ja, die gaat er vol in. Vol in het hol bij Louis. Ja, natuurlijk. En we geven Louis huppatee. Ja. Dus gouden klopjes tot hij helemaal blauw ziet. Hij verdient ze nu. En de loftrompet. Ja, tuurlijk. Die gaan we ook even behoorlijk blazen. En dat doen we inderdaad voor Louis van Gaal.